draken en magie, hard werken, bla 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 bla. Liefst tijdens de drakentrainer. Ja, kijk, ik won! Ah, wacht, staat er echt? Liefst? Wel, er staat dat je het recht hebt gewonnen om te werken. Wie wil dat nu? Het is belangrijk om een kalme, professionele houding te hebben op de eerste dag op het werk. Nooit laten zien hoe graag je dit wil. Dit is echt de beste dag van mijn leven, Tidus. Ik kan bijna niet geloven dat ik het werd. Ik bedoel, ik ben positief, ik neem initiatief, ik ben een harde werker. Had ik gezegd dat dit de beste dag ooit is? Want dat is het zeker weten. Oké, dat is super. Laten we beginnen, oké? Je wil uiteindelijk bereiken dat jij en de draken elkaar begrijpen zonder een woord te zeggen. Cool? Cool, cool, cool. Dat waren 3 woorden. Ze houden van schone tanden. Maar ik waarschuw je, hun adem is niet de meest frisse adem die je al rook. Oh, het zal dan meevallen. Zie je? Ik wist het. Het valt best mee. Je kunt niet altijd zo hoog vliegen als je wil. Stel dat je op een geheime missie bent en jij en je draak moeten laag blijven en verscholen. Probeer maar eens. Hoe is dit? Ben ik laag genoeg? Ben ik stil genoeg? Kun je me nog steeds zien? En nu dan? Kom terug, Ira. Ira, kun je iets lager vliegen? Onder de wolken op zijn minst? Als het lot roept, dan maakt niks uit. Je kunt niet opgeven. En soms wil je wel opgeven. Je weet nooit wat je ziet als je vliegt door Elvendale. Oefening. Je gaat deze hindernisbaan volgen. Onthoud, blijf verbonden met de draken. Jullie zijn een team. Klaar? En start! Wacht even! Jongens! Deze kant! Hierheen! Wacht! Waar gaan jullie heen? Wat deed ik het? Wel, Ira, je hebt zeker heel veel gedaan vandaag. Hoorde je dat? Ik heb veel gedaan. Oké, niet boos worden, maar dat is niet hoe je eruit zag vanmorgen toen je wegging. Is alles oké? Het was fantastisch! Draken zijn de beste, meest ongelofelijke dingen in de hele... Het geluid van het lot.